Stripvrienden, een album waar ik erg nieuwsgierig naar was, dat is dit album. Papa's Schatten, het eerste deel van een nieuwe reeks bij uitgeverij Dupuis, genaamd Dad. Interessant hè, een Franse stripreeks die Dad heet. Ik was nieuwsgierig hiernaar vanwege ja, het idee achter deze strip. Namelijk een alleenstaande vader die vier dochters op moet voeden. Dan heb ik zoiets van, oké, genoeg grond voor leuke grappen. Hoeveel sitcoms zijn er niet van met dat soort onderwerpen? We gaan er nog even een paar ingrediënten bij gooien. De vader is een werkloze acteur. De dochters, nou ja, dat kun je eigenlijk al zien op de voorkant, die zitten allemaal in zo'n heerlijke leeftijdscategorie waarin je als vader je handen vol eraan hebt. Ja, en dat maal vier. En dat stond even op de website van Dupuis, de uitgeverij. Alle dochters hebben een andere moeder. Goed, nou, alles bij elkaar zeg ik van heel veel redenen dat dit heel grappig kan zijn. En ik was dus ook gewoon heel erg benieuwd ernaar. En ik begon te lezen. Ja, weet je, ik vind de tekenstijl, die vind ik gewoon erg mooi. Ik bedoel, als ik hem even willekeurig opensla en even gewoon wat laat zien, hè. Dat je kijkt hoe prachtig getekend. Ook de kleuren die gebruikt worden, dat spreekt mij enorm aan. Het zijn wat zachte kleuren, ja, waardoor het een heel vriendelijk gevoel geeft, dat boek. Nou, en gevoel vind ik altijd heel belangrijk. Hè? Ik bedoel, deze cover, die spreekt mij aan. Juist vanwege de kleur. Ja, dat ik echt zoiets heb van, oké, dit oogt rustig. Dit oogt vriendelijk. Ja, dat denk ik van, nou, goed, leuk. En dat zie je eigenlijk overal in terug. En ook hoe de personages getekend zijn. Alle meiden, ja, die zijn zo getekend dat ook past bij hun persoonlijkheid. Hè? Dat zie je als je die strip gaat lezen. Nou, dat vind ik ook ontzettend leuk. Dus Mop, de tekenaar en schrijver van dit boek, is geen beginneling. Het is zijn eerste stripreeks bij Dupuis. Hij heeft al meegewerkt aan een andere reeks, maar het is niet zijn debuut als striptekenaar. Want hij maakt al strips, nou ja, al heel lang. En sinds 2002 worden al strips van hem uitgegeven bij uitgeverij Glénat. Mop is trouwens het pseudoniem van Bruno Chevrier. Chevrier, ja, leuk die Franse namen. Dan weet je ook even wie dit maakt. Ja, goed, hij heeft al heel wat gedaan. En ik heb ook even wat dingetjes teruggekeken. En de tekenstijl, die herken ik wel ook in zijn oudere werk. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar ja, goed, hè, je kan wel een album hebben met, zoals je kunt zien, allemaal kleine plaatjes, wat ontzettend mooi getekend is en prachtig gekleurd is. Ja, maar ja, het moet ook wel leuk zijn om te lezen. Want een strip is niet alleen maar plaatjes kijken. Een strip is ook, daar zit ook een bepaalde tekst bij. En daar zat hem bij mij even de kneep. Want ik heb hem gelezen en ik vond hem leuk om te lezen. Omdat je ziet even hoe die vader worstelt met het opvoeden van zijn kinderen. En alle mogelijke dingen die erbij komen kijken bij het opvoeden van tienermeiden. Of peutermeiden, ja. Die komen om de hoek kijken. Maar ik vond het niet allemaal even grappig. Ik had bij een aantal dingen had ik wel even dat ik wel even de lach schoot. Maar in de regel was het toch meer een glimlachje. En was het toch meer van, oké, arme vader. Ja, hij delft steeds weer het onderspit bij die meiden. Dus echt super grappig vond ik hem niet. Maar wel ontzettend leuk om te lezen. Omdat je wel even meeleeft met die vader. Hoeveel moeite hij moet doen om zijn dochters op te voeden. Nou, als dit een strip is die jou aanspreekt, op basis van wat ik ervan verteld heb, op basis van wat ik je heb laten zien, dan zou ik zeggen, ga naar de stripwinkel, want daar kun je hem vinden. En als je hem gaat kopen, dan zou ik zeggen, heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.